Ja, het is goed dat jullie er nu tegen uitspreken, maar het is lang gebagitaliseerd, zoals Wilfried net ook zei. Ja, want hoe serieus is het, Barbara? Ik bedoel, want je weet hoe bepaalde collega's van hierover denken. Hoe serieus is het? Wat bedoel je, Wilfried? Nou, hoe merkbaar is het? Hoe voelbaar is het? Nee, maar wat bedoel je? Hoe bepaalde collega's van jou erover denken, Wilfried? Je bedoelt Johan? Nee, zeg maar. Johan, daar hebben we van de week nog een discussie over. Die zegt het valt allemaal mee. Maar dat kunnen wij niet beoordelen of het meevalt of niet. Want wij weten niet hoe het is om dat mee te maken. Om discriminatie mee te maken, antisemitisme mee te maken. En hij zegt dan altijd vanuit zijn gevoel, dat valt wel mee. Hoe is het? Hoe ernstig is het op dit moment? Ja, ik ga niet voor een hele gemeenschap spreken. Maar wat ik zelf merk en om me heen zie, is dat... Ik denk dat in ons DNA... Ik vind het lastig ook om hierover te praten. Er zit angst in ons DNA. Mm-hmm. Omdat we wel vaker ons koffer hebben moeten pakken. En dat gevoel is dus bij heel veel Joden dat je altijd een koffertje klaar moet hebben staan. Dat klinkt heel raar, maar zo is het. Angst. Dus vrienden van mij hebben hun mezuzah, een gebedsrolletje, van de deur afgehaald. Omdat de kinderen in bed plasten en niet meer sliepen. Uit angst. Omdat mensen door de straten reden om foto's te maken. Mijn dochter mag van ons niet altijd er Mogen David meer om. En dat vind ik heel ingewikkeld. En dat vind ik ook heel naar dat ik er zo over nadenk. Dus dat is de Davidster. Mm-hmm. Op allerlei gebieden. Op straat. We hebben het natuurlijk met de rabbijn gezien die uitgescholden is. Ja. We hebben het met Lenny Koer gezien. En dan wordt er gezegd dat ze sympathiseert met het regime nu. Nee, Lenny Koer heeft direct na 7 oktober op de Dam gestaan, waar ik ook stond. Omdat er een gruwelijke aanslag was gepleegd. In Israël, en net zo, hè, Femke Halsma heeft de vlag gehezen om sympathie op dat moment met Israël te hebben. En Lenny Koer heeft daar helemaal niks geks gezegd, behalve dat haar zoon ook nog gewond was geraakt toen hij iets aan het verdedigen was. Nou, daar wordt ze nu op afgerekend. En dat deugt in mijn ogen niet. Dus er wordt een narratief verspreid dat ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik wil wel de vraag aan de mensen stellen, wat had Israël dan moeten doen? Dat weet ik niet, hè? Wat had Israël dan moeten doen? Maar ik vind het vreselijk wat er gebeurt. En ik vind het verschrikkelijk dat je nu Gazaan bent. Maar dat wij allemaal worden afgerekend op wat nu Israël doet. Ik vind Netanyahu al jarenlang vreselijk. Het landje pikken wat hij doet op westelijke Jordaanhoever vind ik verschrikkelijk. Al heel lang is Israël weg uit Gaza. Mensen realiseren zich dat niet. Al heel erg lang. Dus wat we nu allemaal te verduren krijgen, wat steeds dichterbij komt, niet meer programmeren, angst om een film te draaien, de angst die er binnen de gemeenschap is, kinderen in Amsterdam die niet meer durven te zeggen dat ze Jood zijn. Ik ben blij dat ik niet in Amsterdam woon. En ik word er ook. Ik vind het gewoon een kut onderwerp om over te praten. Want het is gewoon niet relaxed. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar ik merk wel dat het heel goed is wat je nu doet. Want... Nee, maar het is gewoon niet oké. Dus wat we meemaken. En ik merk dat ik. Ik heb mijn oma beloofd dat ik nooit bang zou zijn. En me altijd zou uitspreken. Maar ik spreek me niet meer uit. Ik heb ook allemaal shit over me heen gekregen. Terwijl ik niets heb. Expres niks heb gepost. Nou, dat is leuk. Dan moet je dan thuis uitleggen. Dan moet je de boeren uitleggen. Dan moet je mensen inschakelen. Ja, dat is gewoon... voor wat? Voor wat? Omdat ik... Barbara, ik hoor vaak, als je over het antisemitisme... Hè, dat mensen zeggen... ja, ik ben geen antisemiet, dus wat ik zeg en wat ik doe... kan daardoor niet antisemitisch zijn. Maar dat is in mijn ogen een denkfout. Ja, weet je, ik bedoel... Ik wil ook niet... Dat wil ik ook zeggen. Iedereen die protesteert voor Gaza is niet allemaal een antisemiet. Maar sommige dingen die nu gebeuren... mensen op dingen aanspreken... en op scholen kinderen uitschelden. Nou, oké, dat is omdat iemand Joods is. En daar hebben we een woord voor bedacht. Dus het is niet alles wat er gebeurt is antisemitisch. Hè? Dat vind ik ook. Dus we moeten ook oppassen om dat niet altijd allemaal te zeggen. En bij iedere demonstratie. Maar ik moet je wel zeggen, het gevolg daarvan... wat we dan meemaken, is gewoon niet prettig. En daardoor voel ik me... ook niet altijd prettig, ja. Ik kan het niet anders van maken. Nee, dat, ik kan het me niet voorstellen. Dat is natuurlijk het nee, grote... En dan, ja, en wat Pieter net ook al zegt... dat die associatie met dat conflict daar... wat helemaal uit de hand loopt... wordt toegepast op de mensen die hier in Nederland wonen... met een Joodse afkomst, is natuurlijk absurd en belachelijk. En niet alleen in Nederland, hè, in heel de wereld. Ja. En het vervelende is... heel veel Joden hebben altijd gedacht... nou, als het moet, dan kunnen we... naar Israël. Israël voelt nu niet meer veilig, de rest van de wereld. En heel veel ook wel, hè, want ik vind dat we heel veel door politiek... en de politie ook heel veel wel gesteund worden. Hè.
Het is nu ook heel veel, heel hard tegen hard. En ik ben het ook niet langs altijd eens met dat hele harde debat. Dus ik voel mij wel nog steeds ook gesteund. Maar ik vind het wel heftig om te zien wat er gebeurt. En daardoor maak ik zelf ook soms een keuze om maar uit het... Dit is voor het eerst, Wilfred, dat ik hierover spreek. Ik heb tot op heden alle uitnodigingen hiervoor afgezegd. Omdat ik gewoon geen zin heb. Ik heb sinds het begin van de oorlog al mijn reacties op social media uitgezet. Omdat ik er gewoon geen zin in heb. En ook wel bang ben geworden. En ik weet eigenlijk niet meer waar ik naartoe ging. Maar ik wil tegelijkertijd... Geloof ik juist zo dat we in een land leven waar... Nou goed, de geschiedenis zegt misschien anders... maar waar we het wel met z'n allen kunnen doen. En waar ik ook geloof dat heel veel Nederlanders dit niet oké vinden. En ook niet iedereen die protesteert, denk ik, wil dat ik me zo voel. Maar we moeten wel met z'n allen afvragen... hoe kunnen we het wel voor iedereen? En ook, wij zijn een hele kleine minderheid. Hmm. Leuk, ja. En wat zou de politiek daarin kunnen betekenen dan, in jouw ogen? Nou ja, kijk, de ChristenUnie doet heel veel. En ik denk... Weet je, wat ik soms heel ingewikkeld vind... is dat altijd we moeten hard zijn. Dat was met supportersgeweld. Dat kan. Dat is repressie. Maar ik denk dat... Ja, dan word ik misschien weer de softe Barbara, de moraalridder. Maar ik denk dat we veel meer mensen moeten onderwijzen. Ik ben ambassadeur van de kinderherdenking. En we hebben dinsdag een verhalendag in Madurodam. En daar halen we scholen uit heel Nederland. En daar leren we kinderen wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. We brengen dat ook naar nu. Dus we hebben ook kinderen uit Israël, uit Gaza, uit andere conflictgebieden die vertellen om het behapbaar te maken. Daarna rondleiding in Madurodam. 4 mei is daar ook de herdenking. Ik geloof wel dat we heel veel moeten leren. En tegelijkertijd moeten we ook handhaven en optreden en het niet accepteren. En ik vind het ook heel erg met de cultuursector dat dan bijvoorbeeld een schouwburg in Leiden, Lenny Koer, zegt niet meer te... willen programmeren. Ik vind dat heel heftig. En ik geloof daar ook niet in. Net zoals aan de andere kant. Dus ik geloof toch veel meer dat we wel moeten onderwijzen. Niet alleen maar repressie. Ja, maar er moet wel uitgesproken worden... dat we hier iets tegen moeten doen. En dat is. Ik merk gewoon wel dat heel veel mensen om mij heen wel bang worden... en dus niks meer zeggen. Ik zie en ik begrijp dat het heel moeilijk voor je is. Maar ik denk wel dat het heel goed is wat je nu doet. Want dit is wat we denk ik met z'n allen wel nodig hebben... om te beseffen wat er aan de hand is, Pieter, volgens mij. En dat is er veel te weinig, dat besef.